De 300 SRD die de regering eind deze maand en eind december uitkeert, is alleen bedoeld voor kwetsbare inkomensgroepen. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen in het parlement tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Hij zegt dat het hierbij gaat om lage inkomensgroepen binnen de overheid en andere kwetsbare groepen. Deze eenmalige netto-uitkering wordt gegeven in het kader van de armoedebestrijding, aldus het staatshoofd. Regeringsfunctionarissen, gewezen regeringsfunctionarissen, DNA-leden en gewezen DNA-leden en hogere inkomensgroepen, met name die groepen die onderhevig zullen zijn aan die solidariteitsheffing, zullen niet in aanmerking komen hiervoor, voorzitter. Ik hoop niet dat er teleurstelling ontstaat bij enkelen van u. De president haalde verder aan dat de regering na de urgentiefase definitief wil afrekenen met het armoedevraagstuk. Hiervoor worden er projecten voorbereid. Armoede leidt tot ongelijke kansen en wij willen gelijke kansen voor iedere Surinamer. Nadat we de economie uit de crisis hebben gehaald, voorzitter, kunnen we dan met deze voorbereide projecten direct overgaan tot de groeifase. Het vergroten van onze verdiencapaciteit, zodat we dan kunnen overgaan tot het vergroten van welvaart en welzijn van de samenleving. President Chandrika Prasad Santokhi vandaag in de Nationale Assemblee tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling.